In deze video gaan we jou de around the world leren. Dit doen wij in 3 verschillende stappen. 1. Het gevoel krijgen. 2. De draai maken. En 3. Alle stappen bij elkaar voegen. Laten we gelijk beginnen met stap nummer 1. De eerste stap is het gevoel krijgen van de around the world. Dus je probeert er zo dicht mogelijk bij te komen met een stuit. En dan ga je dat meerdere malen doen. Bij de eerste stap is dus vooral heel erg belangrijk dat je houding aanleert. De houding is het belangrijkste bij de around the world. Daar gaan ook meestal de meeste mensen fout in met de houding. Dus zorg ervoor dat je deze houding goed oefent. Dus zorg ervoor dat je met een flexibel been eromheen gaat, zodat je hem goed kan ontvangen. Los zijn bij de eerste stap is ook heel erg belangrijk, waardoor je de around the world veel beter gaat voelen en uiteindelijk door kan naar de tweede stap. Dus bij de eerste stap is het eigenlijk heel erg belangrijk dat je de techniek gaat aanleren van de around the world, zodat je door kan naar de tweede stap. Ik ga je nu stap 2 uitleggen. Bij stap 2 is het heel erg belangrijk dat je effect aan de bal geeft, waardoor je de around the world makkelijk kan opvangen. En dat is ook precies de techniek die jij hoort te krijgen. Bij deze stap is vooral van toepassing dat je de goede draai maakt. Je zorgt ervoor bij deze stap dat je met de buitenkant raakt. Waar de cirkel staat, daar moet je hem raken. Daardoor geef je de bal een soort van effect, waardoor jij meer de tijd hebt om de around the world te landen. Zorg ervoor dat je deze stap echt goed onder de knie krijgt. Want deze stap is de belangrijkste stap bij het doen van de around the world. Dit effect geeft namelijk echt veel meer tijd. In plaats van dat je hem op de rare manier doet, op de foute manier. En dit is ook meestal waar de meeste mensen afhaken. Dus zorg ervoor dat jij die persoon niet bent. Door de bal effect te geven heb je veel meer tijd om de ATW te landen. Dan dat je hem een tik geeft en eromheen gaat. In stap 3 gaan we stap 1 en stap 2 samenvoegen. Dus het flexibele been met de draai. Zorg dat je na de draai gelijk om de bal heen gaat om zo snel mogelijk weer de bal aan te raken en hem in je handen te krijgen. Ook is het beter om platte schoenen te hebben en een harde bal. Dit maakt het extra makkelijk om de oefening uit te voeren. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om around the world te proberen en te oefenen en hoe hard het is om door te gaan. Maar probeer gewoon voor jezelf een challenge te doen, bijvoorbeeld 30 dagen achter elkaar around the world te trainen. En dan ga je al zien hoeveel progressie je hebt geboekt na 1 maand. Tag ons in jouw Instagram story en dan reposten we jou. Abonneer om nog meer trucjes te leren. Later. Klik op deze video als je meer trucjes wil leren, want in deze video leer ik jou 10 makkelijke trucjes.